Wat zou jij doen als je iemand racistische dingen hoort zeggen? Iets naars over iemands huidskleur bijvoorbeeld. Eloïse van Oranje werd er boos van en zei er iets van. En dat werd gefilmd. Ik ga toch niet met een zwarte, verdomme man? Ik ga er nu wat van zeggen. Ga gewoon met mijn... Beetje zacht, zacht houden. Gesprek. Doe even normaal, joh. Hoezo? Nee, ik maak... Dit is toch echt... Sorry, zelfs ik, het spijt me, maar dit is zo racistisch. Waar bemoei jij je mee? Ja, schat, mensen moeten je op je plek zetten. Doe even normaal, joh. Hoezo? Omdat je zegt, ga niet met een zwarte... Ja, maar... Eloïse wist niet dat het gesprek tussen de jongen en het stel tegenover hem nep was. En ze wist ook niet dat er overal camera's stiekem aan het filmen waren. Het was voor het programma In Your Face. De makers van het programma onderzoeken wat mensen doen als ze iemand racistische of discriminerende dingen horen zeggen. Opvallende beelden van gravin Eloïse van Oranje. Leerlingen van basisschool Nicolaas Maas in Amsterdam hebben de video van Eloïse ook gezien. En ze vinden het knap hoe ze reageerden. Ja, dat zou ik echt niet durven. Ik vind het echt heel stoer van haar. Ze is maar een bekend mens in Nederland. En dat ze dan alsnog iemand zo hard wil aanspreken, dat vind ik wel stoer van haar. Nou ja, op het terras zaten ook gewoon mensen die wel gewoon keken, maar niet er naartoe gingen. Omdat ze het misschien gewoon eng vonden. En ja, dat zij kwam, dat was wel gewoon stoer. Ook de makers waren erg onder de indruk van Eloïse's reactie. Het kwam al even binnen. Ja, van koninklijke huizen zo opeens in je face. Ik dacht echt, you go girl. Ja. Hanneke Velten doet onderzoek naar racisme en discriminatie. En ook zij vindt dat Eloïse goed heeft gereageerd. Ingrijpen bij racisme is altijd zinvol. We zien namelijk in onderzoek dat mensen die worden aangesproken op discriminerende, racistische of seksistische opmerkingen, dat die daarna vaak wel hun gedrag aanpassen, ook als ze boos worden. En dus wat Eloïse hier heeft gedaan is eigenlijk een voorbeeld van hoe het moet. Volgens deskundigen is het dus belangrijk om in te grijpen als iemand iets racistisch of discriminerend zegt. Maar ja, zo makkelijk is dat niet, vinden de kinderen uit deze klas. Ik zou het niet echt durven, ook deels omdat ik nog gewoon jong ben. Ja, ik zou er wel wat van willen zeggen. Hangt er van, ja. Heel veel mensen, denk ik. Ja, dus... En als die man jouw leeftijd had? Dan wel. Dat sowieso. Maar ook als die persoon dezelfde leeftijd heeft, dan nog vinden sommige kinderen het lastig om er iets van te zeggen. Want ben je bang zijn dat er iets gebeurt als ze tegen jou flauw gaan doen of zoiets? Eloïse kreeg uiteindelijk te horen dat het gesprek nep was en dat er overal verborgen camera's waren. Ik schreeuw helemaal, kun je zo zeggen? Ja. Ja, toen hoorde ik niet zwart of met die zwarte en toen dacht ik, nou, en nu is het echt helemaal klaar. Ja, dan nu een keer.